Cultuurerfenis is een belangrijk element voor de toerismesector in ons land. Eenheid in verscheidenheid maakt Suriname uniek en moet benut worden als motor voor deze sector. Dit zei minister Albert Ubitana van Transport, Communicatie en Toerisme gisteren tijdens het Suriname Toerisme Festival ter afsluiting van Toerismemaand 2023. Ubitana onderstreepte het belang van cultuurbehoud en uitbreiding. Het bevorderen van de toerismesector is de plicht van elke Surinaamse burger, ongeacht afkomst, cultuur of religie, zegt Ubitana. Er is groen, er is geel, er is zwart, goud. Er is voor iedereen genoeg. Dus op deze dag van Green Investment, laten we werken naar een inkomensverdeling per Alasma en Fenwandi Brede. Dat iedereen binnen de toerismesector, dat we de handen in elkaar nog sterker gaan slaan. En dat volgend jaar, meneer Clifton Bram, Trajari Kulturu Mus de Moro Bigi. Culinair Mus de Moro Bigi. Om de trots tapa doxa sau abi. Om de trots tapa afingi. Om de trots tapa peprewatra. Want dat is waarvoor een toerist ook komt naar Suriname. Laat me jouw cultuur ervaren. Laat me jouw culinair ervaren. Want we gaan trakondre we nyana nga fore kemes. Mou ka leer des man nyana nga anutu toch, fade nyawa los visi. Ja toch? En dat is een beleving. Joanne Misikaba, onderdirecteur toerisme, zei dat het investeren in toerisme reeds begint met het schoonhouden van ons milieu. Het steeds beter tentoonstellen van elk districtscultuurelement zal ook een grote bijdrage leveren aan de toeristenstroom. Laten we deze vibe die is ontstaan gedurende de toerismemaand, laten we het verspreiden over het hele jaar. Het is belangrijk dat alle districten voor zichzelf hun unique selling points gaan bekendmaken en gaan verkopen aan de lokale en de internationale toerist. Aan het festival was er een beurs gekoppeld waarbij een diversiteit aan kunst en cultuur te ervaren was. Het ministerie wilde hiermee de cultuurrijkdommen van Suriname benadrukken.